Aan het begin van de corona kregen we de vraag bij ons binnen van een case manager dementie. Die aangaf dat alle dagbestedingen gestopt waren. En dat dat met name onder haar cliënten wel voor best wel wat uitdagingen zorgde. En of we eens met hem mee wilden denken als het gaat om toch een alternatief bedenken hoe de structuur, activering en ontspanning toch bij hen gebracht kan worden. Dus wij vonden het een heel goed idee om een online dagbehandeling te starten, filmpjes van het erf te maken. En het was eigenlijk heel erg leuk dat we heel snel met elkaar een studiootje in hebben gericht. En een soort format hebben ontwikkeld waarin je zegt, we beginnen met koffie drinken, we lezen de krant. Dan draaien we een mooi stukje muziek, wat mensen heel erg waarderen. Een blokje bewegen. We sloten af met het koken, waardoor mensen ook weer gestimuleerd worden om wat te gaan eten. Ja, het is dan best ook wel een zoektocht van hoe zorg je ervoor dat mensen dan daadwerkelijk dat programma ook gaan kijken. We hebben geprobeerd door aan te sluiten bij die bekende vorm van een kerktelevisie. Dus dat mensen gewoon het kanaal erbij hoeven te pakken en dat allemaal wat een vertrouwde manier is. Maar mensen die een kerktelevisie niet hebben, die konden dan eventueel een kastje daarvoor krijgen om toch dat kanaal te ontvangen. Dus ik denk dat we per dag wel 100 mensen hebben bereikt die daar naar hebben gekeken. Nu de dagbehandeling is gestart, merk je wel dat de aandacht naar de echte dagbehandeling, dat maakt dat mensen minder gaan kijken. Dus ja, dat is wel een belangrijke toekomstvraag. Hoe krijg je het gefinancierd? Dat het toch in de lokale gemeenschap zichtbaar blijft. Vanuit de gemeente gezien is daar denk ik, zou je er heel veel profijt van kunnen hebben. Als we op die manier toch iets aan de inwoners kunnen bieden. Als het gaat om de dingen waar ze dan net even wat extra ondersteuning in nodig hebben. Niet voor iedereen die eigenlijk die behoefte heeft, is er op dat moment misschien plek op een dagbesteding. Ja. En dan zou dit ook wel een heel mooi alternatief zijn. Wij zeggen dat ze het enorm gewaardeerd hebben dat we zo inventief zijn geweest om met elkaar die online dagbesteding te bieden. Omdat het werkelijk troost en dagstructuur heeft gegeven. Dus wat ons betreft was het een enorm groot succes om hier aan mee te werken.